Een automobilist is maandagmiddag op de A73 bij knooppunt Neerbos tegen een boom gereden. Dat gebeurde rond 4 uur. De bestuurder zat maar liefst 50 minuten lang bekneld in zijn voertuig en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval gebeurde op ongeveer hetzelfde punt als waar vorig jaar een 21-jarige man het kuik overleed nadat hij tegen een boom reed. De afrit van de A73 is enige tijd afgesloten geweest. Ook de traumahelikopter was ter plaatse.